Ja, natuurlijk Vizier weer en vandaag weer een nieuwe Q&A hier op mijn kanaal. Het is namelijk zondag en dat betekent Q&A tijd. Tenminste, ik probeer het in ieder geval altijd op zondag te uploaden natuurlijk. Heb jij nog een vraag aan mij? Laat het even achter bij de comments natuurlijk. Vergeet niet even een blauw duimpje te geven, want ja, ik hoop natuurlijk weer gewoon richting de 200 likes te gaan. Moet toch makkelijk kunnen eigenlijk. Ik heb hier een paar leuke vragen binnengekregen en de gameplay is natuurlijk weer van een... Van een kijker. Ik mag aannemen dat hij af en toe mijn video's kijkt. Het is hier wel van Do Not Press NL, oftewel Koen. En nou, eigenlijk sinds 2 jaar doet hij aan FIFA alleen maar. Hij was vroeger een COD commentator. Maar ja, hij had nog gameplay voor me liggen. Een MOAB met een UMP. Al speelt hij hier met de SCAR, maar hij switcht zo over naar de UMP. Maar hij haalt in ieder geval een MOAB op de map Lockdown. Hartstikke leuk natuurlijk. Link van zijn kanaal staat in de beschrijving. Koen natuurlijk van Do Not Press NL. Nou, dan gaan we lekker over, gewoon lekker naar de vragen. Want daarvoor zijn jullie natuurlijk. Ken Girls Game vraagt aan mij van... Ik heb 3 vragen voor de Q&A. Oké. Voor welke voetbalclub ben je? Nederlands voetbal. Ik ben namelijk voor Ajax, zegt ze. Nou, ik ben ook voor Ajax. Al gaat mij het hele Nederlands voetbal, gaat me, zeg maar, vind ik heel erg belangrijk, hè. Qua Europees verband en zo. Maar als je echt een wedstrijdje, ik zeg maar wat, Ajax Feyenoord. Sorry voor de mensen van Feyenoord. Maar dan zeg ik toch, ja, ik ben voor Ajax. Al spelen ze wel heel erg saai de laatste tijd en zo. Maar ja, ze winnen wel. Dus in ieder geval in de competitie. Dus dat is op zich wel weer goed natuurlijk. Maar nou, ik hou ook wel een beetje van een beetje leukere wedstrijden, zeg maar. Het is een beetje saai, gewoon eigenlijk. Waarom ben je voor die club? Ze zijn gewoon goed, zegt ze. Nou, waarom voor die club ben? Ja, dat is een hele goede vraag. Hè? Ja, ik kom uit Haarlem oorspronkelijk. En Haarlem had niet zo'n goede club, hè? HFC Haarlem. Dat is trouwens fiet gegaan. Ze spelen nu amateurvoetbal. Topklasse als het goed is. En ja, ik was gewoon wel Ajax, weet ik veel. Ja, ik weet niet. Ik keek altijd Ajax en zo. En ik heb eigenlijk nog, zeg maar, de periode meegemaakt dat Ajax echt heel erg goed was in 1995, zeg maar. Toen ze ook wereldkampioen werden. En dat ze ook de Europa Cup 1 wonnen, of de Champions League eigenlijk, hè. Dus ja, weet niet. Ik ben er gewoon zo ingegroeid. Wat ik zou zeggen. Ja, mijn ouders zijn niet echt voetbalfanaten. Dus ik heb niet van mijn ouders. Ik heb het gewoon echt van mezelf. En ik keek wel met mijn opa bijvoorbeeld heel vaak voetbal. En dat was altijd bij Ajax. Dus zo ben ik eigenlijk voor Ajax geworden. Vind je het leuk dat ik die vragen weer stel? Ja, natuurlijk is het leuk als jullie vragen stellen. Als jullie ook vragen hebben, laat het ook even achter, hè, jongens, bij de comments. Ook misschien ondertussen onder het videootje kijken, kan je altijd een vraag achterlaten. En doei doei Lisa. Dankjewel Lisa. Ga naar de volgende vraag. De vraag is van Rick Prooyen. Pizza of macaroni? Nou, ik zeg gewoon direct eigenlijk gewoon pizza. Ik vind pizza gewoon hartstikke lekker. Ik vind pizza ook het allerlekste eigenlijk als we het zelf maken. En wij kopen van die bodems in, hè, bij de supermarkt. En dan gaan we het zelf beleggen met, nou ja, ik hou heel veel van ui. Ik hou pepperoni, tenminste, nou ja, meer pepperoni, ja. Meer kappertjes erop en dat soort dingen. En wat nog meer... Kaas natuurlijk, mozzarella doe ik lekker op. Ja, als ik nou denk aan lekker gehakt, doen we erop lekker. Natuurlijk zo'n dipsaus, hè, de tomatensaus, zeg maar, die eroverheen gaat. De dip, die doen we eroverheen natuurlijk. Dus dat vind ik het allerlekkerste. Al maakt mijn moeder, die maakt macaroni uit de oven. En dan maakt ze gewoon een bakje voor je. Doet ze macaroni in met kaas en zo en doet ze dan in de oven. En dan krijg je ook zo'n knisperende bovenlagen zo. En op zich is dat ook lekker. Maar als ik echt mijn voorkeur tussen de twee dingen moet zeggen, dan zeg ik echt pizza. Met volle overtuiging eigenlijk. Want pizza is gewoon, ja, ik weet niet, het is altijd lekker toch, pizza. Dus ik hou ook gewoon wel van die goedkope pizza's haalde ik vroeger altijd. Nou wel thuis en zo hoef ik natuurlijk niet. Dan zorgt mijn ouders natuurlijk voor het eten. Maar... lekker van die goedkope pizza's, die zijn af en toe wel eens lekker. Gewoon lekker, gewoon een kaaspizza of zo, 4 kaaspizza. Vind ik best wel lekker, ja. Salami. Jordi Peters, Q&A. Denk je dat Nederland nog op het EK voetbal komt? Oeh. Nou, ik heb wel... In principe eigenlijk is het nog best wel een redelijke kans dat Nederland op het EK komt. Want, hoorde ik weer, Turkije moet toch tegen Tsjechië. En...
wij ook als het goed is toch? Ja, wij ook nog. Dus op zich hebben we nog wel een beetje. Hè? Want Turkije kan best verliezen natuurlijk van Tsjechië. Dat is helemaal niet zo onmogelijk en zo. Maar eigenlijk moet wel, we hebben wel geluk nodig daarin om naar het EK te kunnen. Of het terecht is een tweede. Want ik vind het niet helemaal terecht natuurlijk meer. Maar ja, op het moment dat je een EK hebt. Ik kan nog herinneren in 2002. Het WK in Japan en Korea. Toen dat op dat moment was, denk je van, nou, weet je, het maakt niet uit, weet je, dat je land er niet bij is. Je vindt EK of WK vind je toch wel leuk om te kijken. Maar dat is echt kut hoor, gewoon. Als je op dat moment gewoon geen... dat je eigen landje er niet bij is, weet je. Dat vind ik gewoon echt kut. Dus ik hoop hoe dan ook dat ze het eigenlijk kwalificeren. Maar ja, ik ben bang van niet. Als ik, ik geef nog 50-50 kans, alsnog. Volgende vraag van Jordi. Eén vraag. In de video zei je dat je liever COD koopt voor de multiplayer dan in verband met in plaats van zombies. Dat klopt inderdaad. Ik vind multiplayer boven zombies staan. Ik vind zombies leuk dat het erin zit, maar voor de bijen, zeg maar. Wat vind je er van andere zombie games, zoals Left 4 Dead? Met je dat mocht kennen en zo. Ik vind het op zich wel hartstikke leuk. Dat soort games, zombie games. Ik hou ook wel een beetje van horror games en zo. Ik ga wel iets van horror games ooit een keertje weer uploaden. Natuurlijk, dat komt vanzelf wel een keertje. Maar dat zal geen Until Dawn zijn en dat soort dingen. Want dat doe ik gewoon niet. Ik heb vroeger ook Alan Wake geüpload en zo. Dat vond ik ook hartstikke leuk om te uploaden. Ja, ik hou wel van dat soort games. Dus een beetje horror, een beetje zombies, een beetje... Ja, weet ik niet, van die enge games en zo. Maar dan, weet je, dan is de game... Ja, de game... is zombies, zeg maar. En kijk, bij Call of Duty denk ik gewoon meer aan schieten, weet je. En dan zombies dat erin zit. Leuk dat het erin zit, maar het is voor echt erbij gewoon. Dus op zich is er niks meer in die games. Hoi ho, Q&A. Wanneer ga je op jezelf wonen? Ik heb toevallig, natuurlijk niet zo lang geleden, een commentary erover gemaakt. Ik ga per 8 december ga ik eindelijk op mezelf wonen. En eindelijk... Eigenlijk is het niet eindelijk, hè. Mensen denken van oh, wat long je woon je lang weer thuis bij je ouders en zo. Wanneer ga je nou eindelijk hier op jezelf wonen? Ja, je bent afhankelijk natuurlijk van een woningbouw. Dat je een woning toegewezen krijgt natuurlijk. En als je heel eerlijk... de meeste mensen zullen wel denk ik een beetje onder andere misschien op tv gezien hoe lang de wachttijden zijn. Tegenwoordig op woningen. Ik heb gewoon in 1 jaar en 3 maanden heb ik een woning toegewezen gekregen. En dat is echt... Echt, echt heel erg baas. En heel veel geluk heb ik eraan. Dus per 8 december ga ik in ieder geval lekker om mezelf wonen. Dat betekent dat ik met de kerst daar woon. In Lemmer wel als waar. En misschien nog een feestje maken. Samen maken met de andere YouTubers. Ook gezellig en zo. Dus we gaan het gewoon zien. Ja toch? Ik ben in ieder geval blij, weet je. Ik kan lekker vrijheid en zo. Lekker s'nachts opnemen van mij als ik wil. En nu zit ik toch een beetje aan de regels verbonden natuurlijk. En als ik hier ga schreeuwen s'nachts. Dan zit mijn ouders, die zit echt letterlijk. Wat is dat voor muur? Er stelt helemaal niks voor, dat muurtje. Dan worden ze meteen wakker. En meteen. Ja, maar je weet het wel, hè. Wat er dan gebeurt. Volgende vraag van Brian Spijkers. Q&A, wat denk je aan als je het woord Limburg hoort? Dan denk ik aan vlekken toch op, man. Nou, daar denk ik eigenlijk inderdaad aan. Aan Batman Tom.nl. Daar denk ik aan. Ik denk aan vlaaien. Ik denk aan mergelgrotten. Ik denk aan, hoort Limburg wel bij Nederland? Nee hoor, maar dat denk ik, nou ja. Nee, maar ja, ik denk daaraan bij Limburg. Dus ik denk misschien nog het meeste aan Batman Tom. Nou, dat is eigenlijk wel stom, dat is eigenlijk wel heel fout. Maar in ieder geval, nee hoor Tom, geintje. Nee, dat denk ik wel aan bij Limburg. Volgende vraag van EnergieGamersNL. Q&A, wat is je lievelingsrestaurant? Nou, ik vind gewoon lekker naar een Chinees toe, vind ik hartstikke lekker. En ik vind eigenlijk wokken lekker. Dus dat maakt niet zoveel uit, maar lekker wokken, lekker onperkt wokken, lekker drinken erbij. Dat vind ik eigenlijk het allerlekkerste. En ik zie dat de gameplay alweer over is. Dus vergeet niet even een blauw duimpje te geven, jongens. Kijk even trouwens op het kanaal misschien van Koen natuurlijk toe naar Press.nl. En zeg natuurlijk zoals altijd, dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer. En bye bye.